Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Gebroederlijk staan ze arm in arm, de spelers van Zwammerdam en Alphense Boys, zoals de afgelopen weken op allerlei niveaus is stilgestaan bij de strijd tegen racisme. Het is de gemeentelijke derby in de vierde klasse B tussen de nummers 4 en 3. Waarbij Alphense Boys nog een wedstrijd te goed heeft en dus wil aanhaken bij de koplopers. Dit is een goed schot van Otman Mujedine, oudspeler van de zondagtak van Alphense Boys. Waarmee hij de tropenjaren meemaakte en uiteindelijk ook de teloorgang. Yagoe eveneens, hij haalt uit. En test daarmee Kai van de Heuvel, de keeper van Zwammerdam. Mustafa Yagoe had eigenlijk al afscheid genomen van selectievoetbal. Dook weer op bij AVV Alphen en bij Floriant. En nu dus bij de zaterdagtak van Alphense Boys. Ploeg die veel kwaliteit in de gelederen heeft. Hier wordt opnieuw Van de Heuvel onder vuur genomen door Brendan Tighem, de aanvoerder. Hij kwam over van Westlandia, debuteerde ooit als A-junior in Alphense Boys 1 op zondag en scoorde toen bovendien. Heeft de laatste jaren wat omzwervingen gemaakt. Eerste kans voor Zwammerdam en dan moet de doelman handelend optreden. En dan gaat hij er alsnog in. En komt Zwammerdam op voorsprong via Jordi de Bruin. Hij is attent op de rebound. Nadat Nick van den Bergen het in eerste instantie niet lukt, zijn inzet wordt geblokt. En dan heeft de Groot hem voor het intikken. 1-0 voor de Dammenaren. Dat is ook de ruststand, terwijl zij toch nauwelijks kansen hebben gecreëerd in de openingsfase. Tighem, hij probeert de teugels aan te trekken. Yagoe kan als geen ander wat met een bal. Maar dit heeft hij wel eens beter gedaan. Botje is zijn bijnaam. Maar die botten zijn sterker dan die van menigeen. Marwan Vennig, ook hij is nieuw bij de boys. Haalt uit. Kennen we vooral van zijn tijd bij AVV Alphen. Is nu op een paar niveautjes lager terechtgekomen. Maar speelt wel met veel bekenden en vrienden om zich heen. Daar is hij weer, Vennig. Heeft een fantastisch linkerbeen. Dat laat hij hier ook deels zien. Maar hij kan Kai van de Heuvel niet verslaan. Zoals heel Alphense Boys daar tot nu toe alle mogelijke moeite mee heeft. En Zwammerdam krijgt meer en meer ruimte met Woudenberg. Behoud het overzicht. Wie drukt eraf? Is het Bons die het doet? Hij probeert het wel. Maar kan niet tot scoren komen. Zwammerdam kan profiteren van het feit dat Alphense Boys maximaal druk gaat zetten. Hier is er weer ruimte en een mispeer van Mitchell Bons. Die zal hij niet graag terugzien. Kan Alphense Boys het dan uit een hoekschop doen? Keeper komt mee naar voren bij de corner, maar het is klaar. Zwammerdam zegeviert en Alphense Boys lijkt af te haken in de strijd om het kampioenschap. Coach John Cuvelier wil na afloop ook niet met de media praten en voor de camera verschijnen. Maar bij Zwammerdam kunnen ze maar wat blij zijn. Qua strijd, qua team hebben ze het goed gedaan en wij niet. Ja, wij hebben denk ik gewoon sowieso die 1-0 mag niet vallen. En we moeten zelf natuurlijk veel sneller die kansen afmaken. We hebben niet in de eerste helft grote kansen gehad, wel een paar kleine. Alleen ja, het was het gewoon niet vandaag. Je hebt een paar belangrijke reddingen kort achter elkaar kunnen verrichten. En dat is voor een keeper erg leuk. Ja, nee, ja, dat is gewoon heerlijk. En ze moeten precies goed vallen. Het moeten ook houdbare ballen zijn. En ja, het is gewoon een ideaal potje. En we trekken hem over de streep. Dan is het extra mooi. Ik denk dat je wel moet focussen op een periode in plaats van de kampioenschap. Want ja, op deze manier gaan we nog meer punten laten liggen. En dat moet er eerst uit voordat je mag kijken naar een eventueel kampioenschap. En het gat is nu te groot. Goed, nou, de ambities waren er vandaag eventjes in de koelkast gezet. De ambities, ja, na deze wedstrijd kan je de ambities verplaatsen naar een periodetitel, denk ik, ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.